Dit is Skylines Zomercarousel met reportages, achtergronden en veel meer. De zomer vier je samen met Skyline. Zomercarousel. Ja, dames en heren, hartelijk welkom weer. En we zijn hier in onze zomercarousel op de kermis. En we hebben hier vandaag een leuk item over het kermisforum. En ik zit hier naast niemand minder dan Marco Frerichs. Hallo Marco. Wat een intro. Wat moet ik nou nog zeggen? Ik ben helemaal verlegen. Ja. Hey, maar hoe vind je het vandaag hier? Het is eindelijk een keer een normaal kermisweer, want meestal als wij in Uden lopen is het over de 30 graden. Nee, maar even nog over voor mensen thuis. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Want jullie bent hier eigenlijk elk jaar, hè? Ja, wij zoeken ieder jaar een mooie kermis uit waar een leuke sfeer hangt. En dan gaan we met een groep kermisfans, die ieder jaar wel varieert, gaan we een leuke dag hebben. De kermis, kijk je aan de achterkant van de kermis. Mensen zijn nu wat vragen aan het beantwoorden. Gewoon een leuke dag, speciaal voor de kermisfan. Oké, dus die, en dat doe je gewoon door meer plaatsen ook gewoon? Ja, overal. Voorheen wel, maar eigenlijk zijn we in Uden blijven hangen, omdat Uden gezellig is. Maar ja, Uden, laten we wel wezen, Uden is gewoon gezelligste. En het komt vooral omdat Pascal Donkers, de marktmeester, het voor elkaar krijgt. Pascal Donkers? Dankzij Donkers. Oh ja, ja, ja. De kleine manneke. Ja. Die zo afgevallen is. Oh, is ach, ja, ach, ach, tante Arnie, waar is die afgevallen, hè? Die Pascal Donkers, jij is echt afgevallen. Hè? Ja, en die krijgt het voor elkaar om ieder jaar gewoon top Duitse attracties naar Uden te halen, waardoor we eigenlijk niet meer hoeven te zweven. Ja, nee, daarom. Dus dat is hartstikke leuk. Maar waar zijn ze nou, want de vragen, want ik heb mijn goede bril niet bij. Ik heb hier al hoeveel stappen zet een kameel van de kameleris, maar die zet geen stappen. Wat doet hij dan? Ja, dat is toch over een reeltje? Mechanisch, maar ja, dat zijn wel stapjes iedere keer. Oh. En die stapjes, die, kijk, je hebt 3, 5 en 10 geloof ik. En die stapjes gooi je dan met je balletje. Dat is, stappen. Even voor tante Annie. Ta-da, 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 ta. En zo, ja, en dan, zo ja, ongeveer. En zoiets. Ja. Ja. Oh. En wij kiezen dan ook. Ja. Zeg maar, de slimste kermisfan van 2017. Is eigenlijk voor de fun, maar dat wordt wel serieus genomen door de deelnemers. I want you, I want you, I want you. Desire, Mr. Bane, desire, Mr. Bane. Van de kermisforum.nl altijd gezellig. Denk het wel. Oh, beter dat je ja antwoordt als je nog eens terug wil komen. Nou, dan weet ik wat je moet doen. Dan moet je ja invullen. Doe ja invullen. Nou. Oh, je hebt al gedaan. Heb ik al gedaan. Ja. En deze vraag dan? Nou. Want die weet ik niet, want daar heb ik nog niks ingevuld. Wat stutter? Welke? 4, 5 of 6? Waar zit jij? 4, 5? 5. Nummer 5. Dit wordt een expertvraag hoor. De Decadence is bekend om zijn shows, maar ook om zijn truststellage boven de molen. Welke andere nummer 1 heeft exact dezelfde stellage? Dat is toch die ene die in België is altijd? Ja. Met die... Maar het is nog een plek. Even, welke... Breakdance Mark. Mark, even in de camera. Waar is dat? Breakdance Mark. Mark? Oh, ja, dat is... Mark. Dat is... Oh,
En dan gaat het allemaal goed. Alleen die stappen van die kamelenrace, maar ik doe altijd, ik ben een hele slechte, ik wil nooit winnen, dus daar wil ik gewoon maar in. Hè. Dus daar maak ik gewoon 80 van. En dan zien we dat wel, dat klopt. Een balk rollen en dan gaat hij takken, 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 tak, zeg maar. Ik heb daar geduld niet voor om daar te gaan staan tellen. Hoeveel dat ding... Ik wil wel even snel gaan tellen voor jou, als je wil. Nee, doe me niet, hoor. Ik vind jou heel prima. Nou, dan hebben wij het gezien. Dus we weten wie het is, hè. Zo. Ja. Zo. Ik heb het antwoord. En dat was Sandra... Huppelstein, geloof ik dat was. Oh. Ja, en die is naar Indonesië gegaan. Oh. En nee, dat is iemand anders. En daar heeft ze een woonwagen gekocht, maar die is daarna weer naar Duitsland vertrokken. Dus dat is het antwoord. Heb je dat van Tante Annie gehoord? Ja, dat heb ik van hem gehoord. Oh. Niet van Tante Annie. Dan nog niet zeker. Tante Annie weet het nog niet, nee. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Welke attracties voor jou dit jaar het mooiste? Die paal daar, de flyer. Die paal daar. Ja, groot is die, hè? Ja, hij is wel heel groot, hè? Hey, weet jij dat die 80 meter is, die paal? Ja, dat weet ik, ja. Ja. En dat je er ook in kunt zitten, die paal. Kunt klimmen zelfs. Kunt klimmen, ja. Heb je dat gedaan, Toos? Nee, ik heb nog niet gedaan. Maar het lijkt me wel mooi om een paal van 80 meter te klimmen. Dat lijkt me ook heel mooi, ja. Ja, dat dacht ik wel. Het gaat te ver, Tante Annie, hè? Ja, dat mag Tante Annie. I'm on my way. Nog niet kent, want dansen kan overal en altijd. Dans. Tussendoor op je weg, de sportschool of in de kerk. Kom op en dans met mij. Even een knuffel. Ja. Wat leuk. Ja, leuk, hè? Hey, maar wat ben ik aan het doen hier vandaag, Rob Govers, dames en heren? Rob Govers, hè? Nou, kijk. Ja, je zag het niet. Kijk, Johan, die is een wereldrecord attractie zitten binnen een aantal tijd op de megakermis Uran aan doen. Ja. En ik ben zijn ondersteuning. Ondersteuning. Coach. Maar jij zit hier nou niet in. Nee, daarom, ik ondersteun hem. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Hé, hey, maar wat is nou precies de poging die hij gaat doen? De poging om binnen 4 uur alle attracties te doen, maar dan ook allemaal. Dus de eettenten, de snoep, de touwtjestrek, maar ook alle attracties. Gewoon elk tentje wat hier staat, dat gaan we doen. Maar dan wordt het toch kei misselijk? Detail. Detail. Oh, detail. Ja. Ja, voor Tante Annie. Ook dat hoort erbij, hè? Ja. Ook dat hoort erbij. Ja, zo van... En dan... Dan ligt het op de grond. Leuk voor thuis. Dat is net als bij Rollercoaster Tycoon, hè? Dat ook, hè? Sorry, ja. Dus wij symboliseren alles wat op de kermis gebeurt. Ja, en dan lijkt me leuk om af te sluiten. Hun gaan nog even deur, maar wij moeten natuurlijk weg met iemand die van de oudscooter, die ken ik nog wel van vorig jaar. Dat is Johan van Tel.
Alles goed, Johan? Jazeker, en met jou Tooske? Ja, met mij ook, hè? Ja, ja. Nou, mooi zo. Ja. En doe jij veel in de auto scooter? Ja, af en toe. Ja. Af en toe. Hé, hey, maar jij gaat even een clinic boksbal slaan geven, hè? Oh ja, is goed. Nou, maar dan ga je er drie uitkiezen, of zal ik er drie? Daar, de dier met die bril op, die komt eraan. Kom. Ja, jij komt uit Liemt, dus daar staan jullie ook altijd, ja, hè? Staan, ja. Kom even. Ja, jij moet uit Liemt. Deze is Stan van de Boom, dames en heren. En die komt uit Liemt, daar staan hun ook altijd. Jij mag er nog één uitkiezen die tegen jou gaat slaan. En als ik niet wil slaan, moet dat? Jawel, je moet slaan, dat is leuk. Ik kan hem niet slaan. En jij komt nog even toe, maar, want anders en jij ook even. En Marco natuurlijk, hè? Die gaat toch, ja. Nou, alle drie. En dan kijkt Johan, dames en heren, wie het beste slaat. Nou, Johan, hoe kunnen het beste slaan? Ja, maar doe vuisten. Ja, nee, maar doe eens even voor. Ja. Nou, zo moet het dus. Zo, en wie wil als eerste? Nou, daar komt hij. Even de dingen af. Daar gaan we. Geeft dan niks, dat is toch leuk. Maakt er niet uit. We gaan kijken wie van jullie het hardste slaat. Daar komt hij. Ja, dat is al heel goed. 190, toch? Ja, 190. En nog een keer, daar gaat hij. 1, 2. Ja, dat is eroverheen. Dus dat is, hoeveel is er dan, Johan? 350. 350. Ja, de volgende. Marco. Ja, dat maakt me niet uit. Nou, daar komt hij. Ja, hoeveel is die? Bijna twee keer rond. Twee keer rond. Dus Marco, en dan ga je ook nog even. Ja, dat is leuk. Hoeveel hebben we er nog? Nog 8. Oh, we gaan gewoon even door. Doe maar. Je mag slaan. Ja, gewoon doen, ja. Staan niet. Ja, nou. Perfect. Ja. Zeg maar, wat kunnen jullie nog doen? Wij gaan dadelijk naar Pirates Adventure. Die zien natuurlijk niet zo heel veel in Nederland. Nee. Kijk je achter het scherm, altijd leuk natuurlijk. En dan zien we weer waar we terecht komen. Heel leuk achter het scherm. Ja, daarom. Achter het scherm is het leukste. Ja. Nou, veel plezier, hè. Maar goed, hè. En jongens, tot volgend jaar allemaal, hè. Houdoe, hè. Houdoe. Ja, en tante Annie, tot de volgende keer, hè. En houd toch even maar nat. Op deze manier heb ik jou liever niet hier. Als je beter kan krijgen, moet je niet dreigen, maar gaan. Was het eten te koud, deed ik weer eens iets fout. Het was iedere keer wel weer iets. Maar de strijd is gestreden, je bent nu verleden. Je smoesen die doen mij nu niet. Daar is het gat van de deur, jij kan gaan. Pak je spullen en zoek maar iets beters. Ik ben nu uitgepraat, dus ik gooi je op straat. Excuses die komen te laat. Daar is het gat van de deur, jij kan gaan. Zag jij niet? Ik wens je veel succes, de groeten. Zal vandaag nu niet meer moeten. Leven met een hele hoop verdriet. Die zielige blik die jij geeft, helpt jou nu echt niet meer. Want lieve schat, dit was voor jou de laatste keer. Daar is het gat van. De deur, jij kan gaan. Pak je spullen en zoek maar iets beters. Ik ben nu
slot van de deur. Michel, gefeliciteerd de derde keer op een rij met de eerste prijs van de consumptiezaak. Dankjewel, dankjewel. Ja, hoe voelt dat nou? Nou, heel erg. Niet meer mee gerekend, maar we proberen altijd ons best te doen. Maar erg leuk voor de waardering dat we hem wederom hebben gewonnen. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, het wordt elk jaar mooier bij jullie. Wie verzint dat? Dat doe ik samen met mijn zus. Wij bedenken dat, bereiden dat voor en ja, dan proberen we iets moois van te maken. En ook complimenten, want dat heb je misschien niet gekregen bij deze prijs, maar voor het personeel. Dat is erg vriendelijk. Oké, nou dankjewel. Daar doen we ook heel erg ons best voor. Ze vinden het leuk en dat werkt uit, zeg maar. Het is één groot gezellig groep met mensen. En vanavond nog een klein feestje, Michel, of niet? Ook nog, ja, tuurlijk, uiteraard. Sowieso tot 1 uur de kermis. En dan maken we sowieso altijd een feestje van. Dit is Skylines Zomercarousel met reportages, achtergronden en veel meer. De zomer vier je samen met Skyline. Zomercarousel.